Yo, mijn naam is Tom Geurks en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En ja, je hoort het goed. Ik praat Nederlands. Geen gekke Engelse taal meer, want ik ben lekker Kingdom aan het spelen. En ik zit momenteel op de play.landofkings.ml. Ik denk dat dat NL moet zijn. Lol. Nou ja, ik ben dus bij Kingdom aan het spelen eigenlijk sinds vorige week. Ik heb toen één aflevering of één stream heb ik ook gemaakt. Volgens mij op een andere server, maar die server die vond ik niet zo leuk, want ze deden niet lief voor YouTubers. Ik wou YouTuber rank, maar dat doen ze niet aan. Dus toen dacht ik van, of iemand stuurde mij van, yo Tom, misschien is deze server leuk om te joinen. Dus ze was van, oh ja, sure, ik join wel. Dus ik ben nu deze server gejoind en ik heb dit huis gemaakt. Maar voordat we het huisje gaan checken, wil ik jullie wat gaafs laten zien. Want ik heb iemand een skin laten maken voor 15 euro of zo. En dat ben ik dus. Dat moet ik voorstellen. In real life. Dus dat is wel grappig. Kijk, ik zit een zwaard op mijn rug. En dit ben ik dan. Dat is gewoon mij een beetje lange haren op mijn voorhoofd. Ik heb bruin-groene ogen. Dus ja, bruine ogen. Je ziet mijn grijze ketting. Ik heb heel vaak draag een ketting, zoals nu ook. Wauw, een ketting. Lekker. En lekker, nice. En je ziet ook mijn ripped jeans. Ik vind het altijd chill om van die broeken te dragen die helemaal kapot zijn. En dat heeft hij ook proberen te maken. En dat is wel mooi gelukt. En zwarte schoenen. En ik zei tegen hem, kun je misschien een zwarte hoodie maken van Treasure? En hij had het geprobeerd, maar natuurlijk zie je het never nooit het logo, krijg je het goed erin. En je kan never nooit zo klein Treasure daarin krijgen. Dus toen zei ik tegen hem, maak er maar een vlammetje op en dan vind ik het ook wel vet. Dus dat heeft hij gedaan. Hij heeft er toen een vlammetje op gemaakt. Ik ga even rechtop zitten. Oh, je ziet mijn halve hoofd niet meer. Oh, zombie villager, zombie villager. Ah, it's a zombie villager. Huh? Hij is de mine ingelopen. Hallo. Kiekeboe. Oké, doei. En ik heb trouwens dikke shaders aan. Dikke shaders. Oh, ik heb mijn zwaardje weggelegd. Oh, nee. Niet slaan, niet slaan, niet slaan. Nee. Lief, lief doen. Hallo. Yo, bro. En dit, wat was het ook alweer? Ik weet even niet meer welke versie deze Minecraft server is. Maar als je hem wilt joinen, ik zet wel even linkjes in de beschrijving van versie, IP en dat soort dingen. Er zit geen whitelist op, dus je kan gewoon lekker joinen. Je moet alleen even een koning of koningin vrieg lief aankijken om te vragen of je hem of haar mag joinen. En dat is alles. En dit is mijn huisje, Tommy Geuks. Ik ben hier in een hertogdom. En ik heb de dinmap niet openstaan, maar ja. Dit is een hertogdom en ik zit in Kingdom Vordar, zoals je ziet. Auw. Eventjes wachten, jongens. Ik word eventjes weer lastiggevallen door deze aap. Hallo. Godverdikke. Oh, dit is de troonzaal. Dat heb ik nog niet gezien. Lijp. Kunnen we daar ook even kijken? Eigenlijk het enige wat ik heb gedaan op deze server, eigenlijk iedere keer als ik thuis kom, dan ging ik altijd een uurtje ging ik dan altijd... Oh, mijn hondje. Oh ja, mijn hondjes. Pak hem! Slacht hem af! Oh nee, not a villager. Ik bedoel een spider en een kaboomboom. Kaboom. Pas nou op, jongens. Ik wil niet jullie doodgaan door die creeper. Oh, er staat een koe voor mijn deur. Er komen heet de beesten naar mijn deur. Nee. Pak hem nou, pak hem. Waarom pakken jullie hem niet? Hij doet me... Auwa. Een kutbeest. Ik kan het niet goed. Ik kan niet goed pvp'en. Oh, goed zo. Je krijgt ook, heet het, je kan hier blijkbaar mensen inviten om te pvp'en. En dat is super kut. Mensen gaan me, heet het, inviten. Kunnen jullie naar binnen komen? Want dat is niet de bedoeling dat jullie naar buiten ringen. Ik hak de deur er wel uit. Jongens, kom nou naar binnen. Papa vindt het niet leuk als jullie buiten zijn. Jullie worden daar doodgemaakt door een creeper of zo. Kijk, hier komt mijn bed. Papa! Oh, goed zo. Jullie zijn binnen. Oh, het zijn jullie toch schatjes. Oh, oké. Nu is het weer klaar. Maar ik zit dus op een nieuwe leuke Kingdom server. Super vet. Super cool. Ik had dan even struggles met mijn OBS. Omdat ik tot nu toe op mijn nieuwe PC alleen OBS of een lab... Hoe heet het ook alweer? Streamlabs heb gebruikt. Dus ik moest het even instellen. Had ik wat struggles. Had het van die flickering beelden. Maar ik had hem van 60 naar 30 fps gezet. Weet je, dat is ook goed. En ja, nu doet hij het zonder te flikkeren, zonder lag, ik kan rennen, ik heb gewoon shaders aan, volledig op hoogste stand ding. Dus dat is super lijp, ik heb geen texture packs, helemaal niks. Alleen, ja, dit heb ik, shaders en Optifine. Mijn huisje hebben jullie nu al een beetje gezien. Ik heb eigenlijk helemaal nog niet rondgekeken hier in dit dorp. Ik heb eigenlijk alleen, sorry hertog,
Ik heb alleen steeds blokken gejat die daar beneden stonden daar. Daar zie je blokjes. Er staan wat kisten en daar heb ik uit de resources gepakt. En ik wil uiteindelijk wil ik hem nog terugbetalen of spullen teruggeven hoor. Dat wil ik gewoon doen. Ja, dit was zeg maar het huis wat hier stond als voorbeeld. En toen dacht ik van... Oké, we doen die stijl, want dat werd ook mij gevraagd. Tom, je mag wel in die hertogdom bouwen, maar doe wel een beetje in die stijl. Dus dat heb ik ongeveer een beetje gedaan. En volgens mij is dit huis wel af. Volgens mij is het wel af. Ik wil ergens nog wat detail erin brengen, maar ik moet nog even kijken hoe en wat. En... Oh shit, eigenlijk had ik die niet moeten afslachten, maar had ik er een farmpje van moeten maken. Maar dit is dus het huis van Tommy Geuks. Ik ben gewoon een burger, kijk. Whoop. Ik ben burger, ik ben een hamburger, Tommy Geuks. En oh, ik heb jullie nog niet mijn kelder laten zien. En als het goed is, zit hier nog een doggo. Doggo. Oh, doggo. Maar hier zit nog niks. Oh, hier zit wel al wat in. Ik ga hier een beetje een kistenkamerkelder van maken. Dus ja. Ik heb nog niet super veel spullen. Trouwens, dat ook een beetje kak is. Je kan dus voten voor de server en dan krijg je vote keys. Stel, ik ga naar slash spawn. Ik ga ze inleveren. Dan moet ik van de kingdom spawn, van de hoofdstad, helemaal teruglopen naar mijn hertogdom. Dus momenteel ben ik ze een beetje aan het sparen. En hier verderop is ook, even kijken... Waar die kisten zijn is ook een ender chest. En weet je wat ook grappig is? Al die diamond tools die ik hier heb... Ik joinde de server, ik stond in de spawn... En iemand dropte voor mijn neus, iets verder naar links... Dropte die gewoon deze gear allemaal. Toen had ik het opgepakt, was van dankjewel. En toen zei die gast van, oh ja, mag je wel houden. Dus het is niet super speciaal zoals je ziet. Alleen dit en dan en ja... Maar het is wel grappig. En ook veel tools. Ik zal je laten zien wat ik in mijn EC heb. Mijn ender chest. Jongens. Niet net zoveel de hele tijd. Ik ben hier een mooie video aan het maken. Ik speel weer Kingdom voor het eerst sinds... Voor de tweede keer sinds 3 jaar. Niet echt 3 jaar. Maar kijk, dit is het standaard kitje wat je krijgt. En ik had dit gekregen uit een vote key. En hier zie je mijn andere vote keys. Ik ben ze echt aan het sparen. Of wat zijn dit dan? Vote, vote. Waarom kan ik... Dit is een event key. Hoezo heb ik een event key? En ik heb ook 2 nether stars. Vraag me niet hoe, maar die heb ik blijkbaar. En ja, dit gooien we hier wel in. Dus dat zijn spulletjes die ik wel heb. Dat is wel leuk en geinig. En, even kijken, staat automatisch... Nee, het staat niet online, online aan. Dus ja, boys. Lekker Kingdom spelen. En het wordt weer dag. Oh, wat mooi. En deze texture pack, deze shaders zijn zo lekker. Als je nu naar het water gaat, is zo heftig. Zo mooi, man. Je ziet bijna geen verschil tussen real en Minecraft. Het is gewoon net alsof je aan de zee zit. Zo, kijk. Oh. Kijk dan, die zon die komt zo op. En dit is de brug naar een ander kingdom. Ik ben er nog nooit geweest. Maar laten we eerst verkennen wat voor dan nou precies is. Dus we gaan naar mijn huis. Ik heb ook nog geen poort gevonden. Ik heb alleen de brug gevonden naar de andere kant. Want ik was op zoek naar een poort. Woont hier iemand? Heb ik een buurman? Hier woont niemand. Ik heb geen buurman. Volgens mij zijn hier 3000 huizen neergezet. Alleen woont er nog helemaal niemand. Want ik zie nergens nog een dingetje staan. Ik zie nergens wat staan. Hoe ga ik deze video noemen? Ik speel in Minecraft of ik ben terug op Minecraft Kingdom. Geen idee. Ik moet even kijken. Een leuke pakkende tekst. Als ik ga zoeken ook echt naar de meest bekeken video's op mijn kanaal. Is allemaal Kingdom. Dus misschien is dat gewoon iets van Tom, you are meant to play Minecraft Kingdom. En iedereen vindt dat leuk en cool als je dat vindt. Trouwens, boys en girls die kijken. Heel vaak krijg ik te horen van Tom, je content is super vet. Het ziet er gewoon goed uit, mooi uit, goede kwaliteit. Alleen, je hebt zo weinig views, je hebt zo weinig subs. Ik heb 610 subs. Er zijn ook wat subs afgegaan. Ik weet niet precies waardoor. Maar dat is heel jammer. En ik wil jullie graag om hulp vragen. Ken jij een Discord-server waar ik deze video's kan promoten? Stuur dan even een linkje, praat even met de owner, vraag of het kan. En ook wat jij natuurlijk kan doen, subscribe op mijn YouTube-kanaal. Like iedere video die je ziet. Laat een leuke comment achter wat je van de video vindt. Whatever je wilt delen. Zolang er maar positieve vibes zijn. Positieve... Donder op. Grapje. Zolang het maar positief is, vind ik het allemaal goed. Gewoon lekker joinen en... Lekker joinen, what the fuck? Gewoon lekker reacties achterlaten, lekker liken, subscriben. Weet je, als jij een vriend kent of een vriendin kent en die vindt Minecraft leuk, die vindt Kingdom leuk, zeg dan eens van, yo, kijk deze gast, die maakt echt superleuke video's. En
dan kun je, daar help je mij enorm mee. En uiteindelijk zegt die persoon misschien wel van, wow, deze gast maakt echt vette video's. En dan blijft het delen, delen, delen. En deel mijn video's ook als je wilt op Twitter, op Facebook, op WhatsApp. Maakt niet uit, deel het met je vrienden en vriendinnen. En dan kun je mij helpen naar de eerste doezoe subs. Dat zou super vet zijn. En dan zul je mij enorm veel helpen. Ik vind het super leuk om YouTube te doen. Echt super, 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 super leuk. Alleen, het is gewoon, ik wil echt... Ik heb ook gewoon een beetje nodig, ook nu momenteel met corona en zo. Ik ben fucking alleen altijd. Ik heb bijna geen vriendjes, dus ik zit bijna alleen maar thuis. Alleen, of ik zit niet bijna alleen maar thuis. Ik werk 5 dagen in de week. Jezus, wat rammelijk door elkaar. Maar ik zie zeg maar niet veel mensen. En momenteel is het een beetje lastig allemaal. Ik vind het een beetje zwaarder worden, vooral mentaal dan. Je ziet niet veel mensen, je bent veel alleen, je voelt je alleen. En dat is gewoon lastig. En het zou super tof zijn als jullie gewoon lekker actief... kunnen kijken naar de video's, mij een beetje kunnen steunen, mij een beetje kunnen vertellen van, yo Tom, misschien kan je dit verbeteren, misschien kan je dit doen, en Tom, dit is een vette game, en Tom, kun je misschien met mij een keer opnemen, dat vind ik super tof, en dan doe ik dat gewoon met jullie. Dus ja, yeah, if you can help me, I'm prepared to help you. So if you want to collab, als je met mij samen een video wil maken, kun je gewoon, of een stream, dan kun je gewoon even een berichtje eventjes delen. En dan sharen we zo, dan delen we, doen we even een shout-out. Dan maken we bijvoorbeeld, jij met Henk, jij hebt 200 subs op je kanaal, of je hebt 1000 subs op je kanaal. En je zegt van, yo Tom, kunnen we een keer samen een video maken? En dan zeg ik tegen jou, ja dat is prima, maar kunnen wij dan ook een keer samen een video maken voor mijn kanaal? En dan kunnen we zo beide onder de video's sharen, zeg maar de andermans YouTube kanaal. En zo help je elkaar. En dat is gewoon super chill. So if you want to help me out, en helaas is dat niet zo'n ridder. Je weet wel, daar loop je erheen en dan spannen er 3 van die skeletons. Dat is niet zo, want die is al gebruikt volgens mij. Dat is gewoon een skeleton horse. Kijk maar, daar staat die andere al. Ik hoor weer beschiet hoor. Ik wil die dingen eigenlijk wel vangen. Hier staan zoveel beesten. Jeetje, mineetje. Mijn telefoon gaat dit eraf. Kut Snapchat. En trouwens, voor de mensen die mij nog niet volgen op social media bijvoorbeeld. Instagram heet ik Tommy Geuks. Zelfde als mijn YouTube kanaal. Snapchat heet ik TomGeuks95. Daar ben ik ook al actief op. Dus zul je mij meer persoonlijk leren kennen. Op Instagram ben ik ook al actief op. Eens in de week ongeveer post ik een leuke foto of zo. Whatever. Gewoon random iets. En ook wel stories. Dus je kan me altijd lekker komen volgen. En wil jij dit kingdom joinen, dan moet je helaas even praten met Koning Vordar. En ik zal kijken of ik de Discord linkje daarvan heb. En dan gooi ik alles in de beschrijving. IP, Discord, ik gooi alles erin wat ik kan vinden en dan kunnen jullie ook deze server joinen mocht je dat willen. Het is niet zo dat ik zeker weet dat ik op deze server blijf, want stel Henk hier, dat is Henkje weer. Henk zegt van yo, ik heb een dikke Kingdom server en die wordt veel dikker bespeeld als de server die je momenteel hebt. Dan misschien, en misschien biedt hij mij wel een leuke rank aan. Of misschien zegt hij wel, yo Tom, ik geef je 1 euro per video die je maakt. Dan zeg ik, yo, dat is wel dik man. En dan kom ik daar lekker video's maken. You know, YouTube monies. 1 euro per video, dikke stacks. Maak ik gewoon 100.000 video's, dan heb ik 100.000 geld. Wow. Wow. Nee, maar ik wil wel proberen meer video's te maken. Ik heb nu ook een lekker snelle PC. Dus dit moet ook kunnen. Alleen mijn internet is niet veranderd. Dus vorige week had ik echt scheid internet. En ik heb niet echt heel veel gedaan in deze video qua Kingdom. Maar ik wou jullie eventjes vertellen. I'm back. I'm back, bro. Ik wil zeggen, I'm back, bro. En dan zeg ik, I'm back, bro. Fucking ezel. Dus ja, laat dit allemaal maar eventjes weten in de video. En hoe lang zijn we nu bezig? We zijn lekker een kwartiertje heerlijk aan het ouwe hoeren. Lekker aan het praten. En ik ga er niet veel aan knippen, denk ik, in deze video. Nee. Lekker, lekker real houden, jongens. Ik wil real met jullie zijn. Real met je. Real. Oké, we gaan niet dat doen. Telefoon, hou op. En ik heb trouwens ook... Ik heb net als iets super chill gekocht. Kijk, zo'n waaier. Zo. Dit is... Fucking waaier op accu. Hoe chill kan je het hebben? Kijk maar. Oh, er zit niks aan. En hij doet het wel. Fucking chill. Ik heb 1 fan. Hebben jullie ook fans? Nee. Ik heb zelfs trouwens ook een fanaccount op Instagram die al heel lang dood is. En die heet ook nog Tom Geuks fanaccount. Terwijl ik overal al Tommy heet. Aan deze video kun je zien hoe loner ik ben. Als je ziet hoe fucking veel ik praat. Jezus Christus, man. Hoe shave normaal. Zet je... Oh, dit is ook leuk aan deze server. Zet je muis bij deze tekst om het woord te zien. Schrijf de tekst zo. Ahmed! Yeah! Tom Geuks heeft woord correct. In 12,47 seconden. En als je dit doet, dan krijg jij... Emerald! En dan kun je naar... Warp... Weet ik veel, Warp. Even kijken, Warp.
Warp's talent? Wat is warp talent? Ik dacht dat je naar warp... Of volgens mij op de spawn heb je een shop of zo. Maar dat is wel grappig, weet je. Mensen, dan is het zo van wedstrijdje wie het sneller kan doen. Soms zijn heel veel mensen ermee bezig, soms ook niet. En ze hebben echt de meest rare woorden ever. Hallo! Hallo! Wat zit je hier nou weer buiten? Heb ik gezegd dat je zomaar eruit mag? Ik ga je echt een ijzeren deur inzetten hoor, want je bent echt een banaan hier. Trouwens, die eerste stream, Kingdom stream, die ik heb gemaakt sinds 3 maanden of zo, die is echt goed bekeken tegenover andere video's. Dus dat is een hint van Tom. Tom, je moet even weer Kingdom video's maken. Tom, maak Kingdom video's. Dus als jullie iets hebben van Tom, ik wil graag dat je dit doet, hit me up. Then I will look at it. En als je zegt van Tom, kom in Kingdom server kijken. Kijk of die leuk is. Beoordelen, whatever. Dan wil ik dat ook wel doen. Ja, dan gaan we nu even lekker stoppen. Want we hebben het weer verteld wat we wouden vertellen. Dus guys en girls. Girls en guys. Bedankt voor het kijken naar deze video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Volg me ook op de social media. Gewoon zoeken naar Tommy Geuks. Hetzelfde als mijn YouTube naam. Ik ga jullie nog wel laten zien. Ik was vandaag bij de Jumbo. En toen zag ik in één keer dit blikje Monster. Dit is een oud blikje volgens mij van de Monster Punch. Want die nieuwe, dit is gewoon een zwart blikje met ook paarse Monster logo. Maar dit is een oud blikje die weer terug is ofzo. Dit design is volgens mij oud. Want je hebt gewoon een... Dit is gewoon Monster Kers eigenlijk. En die bestaat al in de zwarte versie. Maar ik vond deze ineens. En ja, ik ben Mr. Monster verzamelaar. Dus ik had deze nog niet. Dus ik dacht van oké, die gaan we even meenemen. Wat is het woord? Hottetottentotetototototot. Ja. Die kun je krijgen met je hotte tutte toonte vertoontelling. Niemand heeft het woord op tijd ingetypt. No shit, Sherlock, because dat woord is onmogelijk. Maar ja, bedankt voor het kijken. Like deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Vergeet geen reactie achter te laten. Deel deze video met al je vriendjes, vriendinnetjes, papa's en mama's en weet ik veel. Als je opa en oma Minecraft spelen, deel het met je opa en oma. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik dacht van misschien kan ik Kingdom muziek eronder gooien, maar ik dacht ik doe gewoon normaal. Wil jij roleplay met mij spelen? Hit me up. Dan gaan we lekker roleplayen. Dat is wel vet. En laat me weten wat je vindt van die skin. Is die vet of niet? Kijk, dit ben ik. Doe die kleren uit, Tom. Trek je kleren uit. Dat hoor ik niet echt vaak. Maar dit ben ik. Vind je de skin vet? Ja of nee? Ik vind hem wel goed gelukt. Let me know in de reacties. Subben, weet wel, liken. Doe dat eventjes. I'm back for you guys to make you happy with Kingdom Videonties. En nu moet ik echt stoppen, dus yo. Ciao, ciao!